Zonnepanelen, waar moet je op letten? Zonnepanelen kunnen op zowel platte als op schuine daken aangebracht worden. De elektriciteitsopbrengst is afhankelijk van de oriëntatie en hellingshoek. Het is aan te bevelen om zonnepanelen te plaatsen naar het oosten, zuiden of westen. Zorg dat het dak voldoende draagkracht heeft, vooral bij stalen of houten daken. Zonnepanelen worden bij een plat dak gemonteerd op een aluminiumframe dat los op het dak staat. Vraag de installateurs om een ballastberekening te maken. Zo voorkom je dat panelen opwaaien. Sommige daken zijn te klein voor het plaatsen van panelen of hebben veel obstakels op het dak, zoals airco's, schoorstenen of glazenwasinstallaties. De zonnepanelen op het dak worden verbonden met een omvormer. Dit kastje zet de zonnestroom om in wisselstroom, geschikt voor het net. Er zijn diverse typen omvormers. Let erop dat deze worden gehangen in een ruimte met voldoende ventilatie. Wanneer een omvormer te heet wordt, werkt hij minder goed en zullen er eerder defecten optreden. Verzekeringen. Het beheren van zonnepanelen is niet zonder gevaar, want brand door slechte installatie of het opwaaien van panelen door slechte montage komt voor door het toedoen van de installateur of door weersinvloeden. Schade aan en door zonnepanelen zijn meestal te verzekeren in de opstal- en aansprakelijkheidsverzekering. Maar vraag dit na bij uw verzekeraar. Tot slot kan een verzekeraar eisen stellen aan het plegen van onderhoud of een onderhoudscontract. Vraag dit ten alle tijde ook na bij uw verzekeraar.